De Nationale Loonraad wil dat het minimumuurloon per 1 februari 2023 wordt bijgesteld tussen 35 SRD en 38 SRD en 50 cent. Dit advies is voor de minister bindend, maar voor de vaststelling en afkondiging is de goedkeuring van de Raad van Ministers nodig. Het huidige minimumuurloon is vanaf 1 juni 2022 vastgesteld op 20 SRD. Het ministerie van Bibes heeft gisteravond een nieuwjaarsreceptie georganiseerd ten behoeve van de hoofden van diplomatieke missies en consulaat-generaal, honoraire consuls, vertegenwoordigers van internationale organisaties en vertegenwoordigers van de particuliere sector in de Republiek Suriname. President Santokki heeft daarbij zijn oprechte waardering geuit voor de steun die Suriname heeft ontvangen van regeringen en organisaties van de respectieve functionarissen. De president rekent op hun inzet om de waardevolle samenwerking voort te zetten en om meer tastbare resultaten te realiseren. Het Nationaal Leger is bezig de operationele paraatheid van haar manschappen te verbeteren. In dat kader hebben leden van het Korps Speciale Troepen, KST, van 22 tot en met 27 januari een oefening genaamd It's Groen afgewerkt. Daarbij zijn onder zware mentale druk hun gevechtstactieken, overlevingstechnieken, topografie, planning, communicatie en leiderschap aangescherpt. KST heeft als taak om niet-conventionele operaties uit te voeren bij de bescherming van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Suriname.